welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christine Ponybook en ik heb weer een vlog voor jullie. En waarom? Omdat Kelsey vandaag naar mij toe komt. We gaan Star Stable boeken. Kom hier. Switchen. Ik ben ook alvast met haar aan het bellen. Daar zit ze. Ik heb ook mijn fuck corona mondkapje. Die had ik gisteren gewassen en die is al droog. Dus ja, ik was me al aan het kleden, want ik was 8:12 wakker en zij is er om rond 15:15. Dus ja. Let's get started. En ik heb mijn haren gedaan. Ik heb ze zo. Kelsey heeft ze ook vast. Dus daarom heb ik mijn haren zo. En nu ga ik zo naar de bus lopen naar Kelsey. Om Kelsey op te halen. Ik ben met Kelsey. En ik ga even eten maken. Omdat ik al over 9 bij de bus hebben over. Dus 20 minuten ongeveer lopen. Dus ja. En we zitten in de bus en we gaan. Neem je nou ook laat zonder mond? Nee. En we gaan nu naar het glaasgebouw. En we zijn net de bus uitgestapt gegaan richting het verlaten gebouw. Yes. Ik had het nog niet af. Kelsey, we moeten dadelijk toch weer opdoen. Ja, weet ik. Kelsey gaat even kijken. Bij de kruidvat voor een tas. En wat ga je die dan doen? Weggooien? Nee, en die andere proppen. Die maak ik dan wel zodat Noël die kan gebruiken. Want Marion wilde per se dat die voor Noël was. En daarna gaan we naar dat verlaten gebouw. Ja. Yes. Kelsey heeft een rugzak gekocht en het sneeuwt. En mijn haren zitten los, maar ik heb er spijt van, dus ik ga ze denk ik even vastmaken. En ik heb weer mijn haren vastgemaakt. Kelsey loopt daar. Klooster. Klooster. Mooi verlaten. En we zitten te zoeken naar een mooi groot verlaten gebouw. Een heerlijk. Maar we vinden het niet. Nee, we vinden het niet. Maar die remmen waren kapot, dus we gaan wel richting de snelweg lopen. Omdat we daar de vorige keer met Luc waren, dat zou bij de snelweg moeten staan. Ik denk niet dat dat het DSM-gebouw is wat aan de voorkant kapot is. En we hebben het gebouw gevonden en het gebouw staat daar. En in dat mooie, grote, verlaten gebouw... Konden we niet naar binnen. Want dan zouden ze waarschijnlijk de politie worden. Daarom, er zaten er twee mensen, dus dacht het niet. Maar de ingang was wel easy peasy. En er was nog iets heel grappigs. Nou, we liepen over. Dus die man, ik dacht dus dat hij ons voorliet. Maar ik was vergeten dat hij stoplichten het deden. Maar dus het was rood. Maar het was rood, dus ik stond naar die man zo'n bedankt dat je ons voorliet. En toen kwam Kelsey aan. Nee, hij moet stoppen, want het was rood. Ja, dat is wel waar. Dus ik zat naar een man te zwaaien die gewoon eigenlijk moest stoppen voor rood. En gewoon bedankt voor niks, wauw. We zitten in de bus, gaan jullie op de streetweg naar Mackie. Sorry, we gingen even stuk. We zijn bij de Mackie. We hebben nummer 8, we zijn denk ik de enige. Wacht. Pak nou. Waarom staat die nummer? We hebben onze Mackie en we kwamen dus binnen met onze coronamondkapjes. En dus die man, zo zeg maar, omdat je weet wel, we checken moeten voor corona of zo of je klachten hebt. Oh. En dus die man zo, hebben jullie klachten met corona? Wij zo, nee. Ja. Hebben jullie problemen met corona? Nee. Waarom staat er dan op jullie mondkapje corona? Die man is geweldig. De eerste keer die iemand ons aanspreekt. Geweldig. En we gaan nu leuke foto's maken bij het spoor. Yes. We gaan even over, daarna praten we verder. Ik zie niks. Mooi, ik loop gewoon. En we gaan leuke foto's maken bij het spoor. En wat gaan we daarna doen? Jij wilde nog naar Parkstad. Oh ja, ja, jij. Voor die foto. Ja. Dus niet ik, maar jij. Boing. We zitten in de bus en we gaan bij Parkstad Stadion een foto maken. Yeah. En het mooie verlaten. Nee. Mooie verlaten. Denk maar aan dat kind dat op de rot had. Mooie verlaten. In plaats dat ze nu wat zeggen. Ze alleen. Niet killen. I don't like that. Yeah. Dat was de volgende. En we gaan nu naar huis. Wel, maar is. Nee doen. Ik ga nu naar huis. Kelsey zwaaft nog wat rond. Oh nee, laat maar. Ze heeft al een huis. Ze is
ze woont in een kliko. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, ze woont in een mooie vrouw. Ja, ik stuur s'nachts wel even de nom op je af. Een kietje lek jou. Als je die klopt, als je... Nancy, brand mij op een ga je mee proberen te kieten? Als ik al thuis ben of wat. Nou, succes. Dus ik ga nu naar huis, Kelsey rijdt toch met deze bus. Ik moet dadelijk weer uitstappen, gezellig. En dan ga ik bellen met Kelsey weer straks. Oh ja, dan is straks ook even uit, ja. Dus gaan we dat? Ja, dat was het. Tja. En bij deze sluit de video af. Ik hoop dat jullie ook van en dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Of waarschijnlijk weet ik het ook zo. Bye. Mooi, je zegt het dan. Bye. Oh. Ja.